In de duurzame zuivelketen werken melkveehouders en zuivelondernemingen al jaren succesvol samen. We willen de beste zuivelproducten maken met respect voor mens, dier en milieu. Zodat de samenleving ons waardeert en we een goed inkomen kunnen verdienen. Nederlandse zuivelproducten hebben een ijzersterke reputatie. Dat willen we graag zo houden. Op weg naar 2030 willen we een aantal doelen bereiken. Een goed verdienmodel voor de melkveehouder. Boeren moeten een goede boterham kunnen verdienen. Dan kunnen ze investeren in een duurzame productie. Elke partij in de keten heeft daarbij een verantwoordelijkheid. Een grondgebonden melkveehouderij. Grondgebondenheid is belangrijk om een toekomstbestendige sector te blijven met draagvlak in de maatschappij. Een grondgebonden melkveehouderij sluit zoveel mogelijk de kringlopen door voer te produceren op eigen grond of in de buurt en ook door lokaal mest af te zetten. Belangrijk daarbij is dat veehouders minimaal 65% eiwit van eigen land of uit de buurt halen en over een voldoende grote huiskavel beschikken. Hierdoor worden we minder afhankelijk van grondstoffen van ver weg. In 2030 is de melkveehouderij klimaatverantwoord en energie-neutraal. Ook de zuivelketen levert een bijdrage aan de reductie van broeikasgassen. Ons plan richt zich op de hele zuivelketen, dus inclusief voer, kunstmest, energieverbruik en opwekking. Iedere melkveehouder en zuivelonderneming kan een bijdrage leveren, op de manier die het beste bij zijn of haar bedrijf en omgeving past. Continu verbetering van diergezondheid en dierwelzijn. De duurzame zuivelketen streeft naar gezonde koeien die een goed en lang leven hebben. Ook geven we extra aandacht aan kalveren. Want een goede start is van groot belang voor het verdere leven van de koe. Behoud van weidegang. De duurzame zuivelketen zet zich al jaren in voor het behoud van de weidegang. Daar boeken we succes mee, want we hebben ons doel inmiddels bereikt. De komende jaren willen we het aantal bedrijven dat weidegang toepast ten minste gelijk houden. Behoud van de biodiversiteit. Biodiversiteit gaat over flora en fauna, maar gaat ook over schone lucht, schoon water en een vruchtbare bodem. Om de diversiteit te bevorderen hebben we de biodiversiteitsmonitor ontwikkeld. Die brengt de impact van melkveebedrijven op de omgeving in kaart en laat zien welke bijdrage melkveehouders leveren aan behoud van de biodiversiteit. Veiligheid op het erf. Een veilige werkplek voor melkveehouders, hun familieleden en hun medewerkers vinden we belangrijk. Daar gaan we meer aandacht aan schenken. Via het verhogen van het bewustzijn van het belang van veilig werken willen we het aantal ongevallen in de melkveehouderij significant terugbrengen. We hebben de afgelopen jaren al veel bereikt. Op weg naar 2030 maken we daar natuurlijk gebruik van. Alle bedrijven kunnen bijdragen aan de doelen. De een wat meer aan het ene doel, de ander wat meer aan een ander doel. We moeten het met elkaar doen. Melkveehouders en zuivelondernemingen, maar ook met andere organisaties en overheden buiten onze keten. Want de duurzame zuivelketen staat voor samenwerken. Alleen samen kunnen we onze doelen bereiken.